Om toe te werken naar een driedimensionaal model, moeten de stukjes uit de plankjes worden gehaald en op de juiste manier worden samengesteld. Er is weinig gereedschap nodig, een vaccinelichtje, schuurpapier, het hulphoutje komt van pas, een tang of een mesje om de prikkers op de juiste maat te krijgen en een schaar om de elastiekjes bij te knippen. Om bewegende delen goed te laten functioneren is het belangrijk om te letten op onregelmatigheden, daarvoor te schuren en eventueel met wax te werken, maar vooral ook om de onderdelen uit te proberen en vaak te laten bewegen. De symbolen op de pagina's laten zien waar extra aandacht voor nodig is, in dit geval om te schuren en met wax te werken. Het molentje laat zien dat de onderdelen goed moeten kunnen functioneren. Meestal moeten onderdelen strak tegen elkaar worden gezet, maar bij dit symbool juist niet. Dit plaatje betekent dat de prikkertjes op het juiste formaat moeten worden afgeknipt of gesneden. Er moet steeds goed worden opgelet, maar bij dit symbool nog eens extra. Er is een deel met reserveonderdeeltjes die je kunt gebruiken als er iets kapot is gegaan. Het is ook handig om vooruit te kijken. Wat gaat dit onderdeel doen? Wat betekent het op de volgende bladzijde? Hoe gaat het werken? De film geeft een versnelde weergave van de instructies in de handleiding. Veel succes met bouwen! We beginnen op pagina 4 met de bodemplaat. Daar komt een cirkel op waarop straks de kraan kan draaien. Dus het is ook zaak dat die cirkel inderdaad kan draaien. Met behulp van twee stukjes van een prikker wordt het geborgd. Er moet een stang komen met twee hendeltjes. Even letten op de goede richting. Die stang gaat er straks voor zorgen dat het hele machine omhoog kan komen. Ook hier met behulp van een prikker weer even keurig afknippen. En dan kan die erin gelegd worden. Aan de voor- en aan de achterkant komt eenzelfde onderdeel, maar daar moet wel even de as doorheen van de schakelaar. Het boogje moet daartussen komen. En dan past de schakelaar daar overheen. Met een prikkertje wordt het afgedekt. Eventueel wat bewerken met wax. Met behulp van een elastiekje moet dat verend gemaakt worden. Even de elastiekjes door de gaatjes halen, een flinke knoop erin. En via de juiste weg en op de juiste plek vastzetten. En dan zie je dat de schakelaar mooi draait. Achterop komt een plaatje met tandjes, aan de onderkant verbonden met een haakje. En dan komen er twee boogjes die aan elkaar moeten gemaakt worden. En aan de onderkant worden vastgezet.
We gaan beginnen met wielen. Eerst een asje, even opletten op de juiste richting, aangegeven door een plusje en een minnetje. Aan de ene kant komen wat extra ringetjes ertussen. Dat komt in twee houdertjes. Het tweede asje is ongeveer hetzelfde, alleen komen er nu in plaats van twee ringetjes een tandwieltje en een ringetje. Ook hier twee zijkantjes erop als houdertjes. En dan kunnen die aan de onderkant worden gemonteerd. Denk daarbij natuurlijk om dat degene met het tandwiel aan de goede kant komt. En dat alle onderdeeltjes goed aansluiten. Een onderdeeltje aan de zijkant. En een verbindingspennetje aan de voorkant. Dan is de bodemplaat voorlopig even klaar en gaan we aan de gang met wat pootjes. Met behulp van prikkertjes wordt daar verbinding gemaakt met twee stukjes. Even letten op de juiste richting weer. Kan de tweede zijkant daar overheen geschoven worden, even voorzichtig en op de juiste plaats druk zetten zodat het niet breekt. Er zijn vier van die pootjes nodig. En dan gaan we aan de kant van de bodemplaat een aantal prikkertjes zetten. Met in het midden nog een tandwiel op het asje. En een tandwiel op de prikker. En dan moeten ze voorzichtig over de pennetjes worden geschoven. Daarbij wel even opletten dat ze de juiste richting hebben. Zodat ze keurig recht staan. Er komt een afdekplaatje overheen. Ook hier weer stukje bij beetje aanduwen, net zolang tot het aansluit. En dan kan aan het eind alles wat overgebleven is worden weggeknipt. Aan de andere kant een vergelijkbaar verhaal, een tandwieltje op het asje, een tandwiel op de prikker en de pootjes met behulp van de prikkers vastgezet. Ook hier weer letten op de juiste richting. Het afdekplaatje eroverheen. En tot slot de prikkers weer afknippen. Steeds wat versneld weergegeven. Er moet aan de voorkant en aan de achterkant nog een plek komen waar een haak in kan. En er moest eerst een verbindingsstukje in en dan kan die daar worden vastgezet.
en ook aan de andere kant. Voor de stevigheid worden daar ook nog een paar stukjes overheen gezet die er precies in passen. Even zoeken naar een goede verbinding en als die er is, stevig aanduwen. Met behulp van twee haken wordt er nog een merkje op gemaakt. En als dat stevig vast zit, kan het vastgezet worden aan het model. Er komt nog een verbindingspennetje en dan is dit stuk voorlopig klaar. We gaan op deze pagina verder met het maken van wat asjes en wat onderdelen van de bestuurdersstoel. Op de juiste manier in elkaar gezet. Twee haakjes eraan die in de juiste richting moeten worden geplaatst. Het wiel erop met de tandjes aan de buitenkant. Ook hier op de richting letten natuurlijk. En dan in de boog waar de bestuurder zit. Een paar onderdeeltjes op de juiste plek. De chauffeur op zijn stoel. Het dashboard erop. En dan kan daar een rondje omheen. Moet even goed passen en aansluiten op de bovenste boog. En dan kan aan de onderkant een ringetje wat daar precies past en stevig aangedrukt moet worden. Met twee boogjes wordt het vastgezet. Even opletten aan welke kant het verbonden moet worden. Er moet een onderdeeltje bovenop komen. Dat bestaat uit een paar stukjes. Ook hier met prikkertjes. Het stukje over de prikker heen. Tandwieltje erbij. En dan het tweede plaatje erop. Tandwieltjes zijn natuurlijk even gecontroleerd op onregelmatigheden en met wat wax bewerkt, zodat ze als het goed is allemaal soepel kunnen draaien. Een langere boog met drie prikkers. En dan komt het eerder gebouwde onderdeel op de tandjes te liggen. De prikkertjes moeten daar precies tussendoor passen. Een paar ringetjes op de voorkant en dan kan de tweede boog eroverheen. Ook hier weer even stevig aanschuiven, maar er moet wel zoveel ruimte zijn dat het toch nog kan bewegen. De restjes van de prikkers eraf en kijken of die keurig over de tandjes draait. Het moet een geheel worden met een eerder stuk. Pas daar goed in en dan een ringetje erin. Tandwieltje er overheen.
En als het goed is en alle onderdeeltjes goed bewerkt zijn, dan draait hij ook horizontaal. Voor de grijper van het systeem zijn veel onderdeeltjes nodig, vaak verbonden met prikkertjes. Even in de juiste volgorde en natuurlijk op de goede manier voorbereid, waardoor ze soepel kunnen draaien en bewegen. Opnieuw een onderdeel met een tandwiel en eentje met een gaatje. Weer een stukje eroverheen en steeds maar controleren of het soepel kan bewegen. Een volgend onderdeel. Oogje met een tussenstukje. En ook weer een onderdeel met een tandwieltje eraan. Die komt daar aan het losse stukje en dan aan de lange stang. En nog een keer een boogje eroverheen en weer controleren op de beweging. Zaak om dit niet al te vast te zetten, zodat het soepel kan bewegen. Er komt een stang tussen. Met behulp van prikkers wordt dat aan elkaar verbonden. En ook het tweede onderdeel kan er op diezelfde manier ongeveer op. Voorzichtig de prikkers er doorheen bewegen. En natuurlijk weer kijken of het soepel beweegt. De grijpstang moet verbonden worden met nog meer stangen. Dat gebeurt met onderdeeltjes waar haakjes in zitten, waardoor het moeilijk is om een goede verbinding te maken. Heeft even wat kracht nodig. Nog een stangensysteem. Ook hier met een ribbelverbinding. De stangen worden verbonden. Het hele spul aan elkaar komen. Let daarbij op de richting van het onderdeel waar die mee verbonden moet worden, zodat het in elkaar gaat passen. Ook aan de bovenkant een stukje met een tandwiel en een strakke verbinding. En aan de onderkant hetzelfde.
een onderdeel met een tandwielstukje eraan en een verbindingstuk plus een ringetje komt in het tandwieldeel van de eerste stang, het middenstang, de tweede stang. Aan de andere kant weer een ringetje wat ertussen past, moet natuurlijk goed geschuurd en gewakt zijn. Het tweede verbindingsstuk en het ringetje, en dan moet het aan elkaar verbonden worden. Vereist enige kracht om het vast te zetten. We gaan werken aan het tandwielsysteem voor de hendels die de stangen en daarmee de grijpbek besturen. Het begint met een stukje met een haakje wat straks de tandwielen tegenhoudt. Met behulp van een hulphoutje gaan we een aantal dingen combineren. De tandwielen, de wieltjes moeten er in de juiste volgorde goed op worden gezet en dan kunnen ze door het hekje heen worden geschoven. Daarbij is het zaak dat de tandjes goed tegen het nokje aanvallen en de tandjes van beide tandwielen goed op elkaar aansluiten. Aan de andere kant van het hekje komt dan weer zo'n verend onderdeeltje met een nokje. Kleine tussenringetjes. Een tandwiel wat over dat ringetje heen rolt en de eerste hendel komt op zijn plek. Ook bij de hendel moet weer op gelet worden natuurlijk dat het nokje van de stang in een van de tandjes valt. Een tussenstukje. Daar komen weer ringetjes. En opnieuw een onderdeel met zo'n weerhaakje. Een tweede hendel. En weer een tandwiel wat aansluit. En zo gaat het nog een keer. De tweede zijkant eraan. En een rem. Plankje. De derde hendel en het tandwiel. Het is zaak om nu te gaan letten op de streepjes, zodat ze in de goede richting zitten allemaal. Door het hulphoutje er voorzichtig uit te duwen, kan het verbindingsstuk erin. Even voorzichtig dat het allemaal goed op zijn plek blijft zitten. En dan kan aan de andere kant het borgstuk worden vastgezet. Dat moet natuurlijk bij de tweede ook gebeuren. En als het is gelukt, natuurlijk even goed controleren of alle onderdeeltjes goed tegen elkaar aandraaien en de hendels functioneren zoals je graag wilt. Een lastige verbinding waarbij ringetjes moeten geplaatst worden en op hun plek moeten blijven, maar ook de juiste richting moeten hebben. Dan komt
de grote grijpkraan erop, maar daar moet op gelet worden dat het streepje van het tandwieldeel aansluit bij het tandwieldeel van de besturing. Met behulp van het hulphoutje kun je het een beetje op zijn plek houden, maar dan moet er een tandwieltje inkomen met ook een ringetje weer in de juiste richting. Even wat ruimte gemaakt met het schroevendraaier om het volgende tandwiel met ringetje erin te leggen. En als het goed is en alles zit op zijn plek, dan kan het hulphoutje er doorheen worden geschoven en kan de werking goed worden beoordeeld. En dan is het nu zaak om het verbindingstuk er doorheen te krijgen zonder dat er iets van zijn plek afhaakt. Door stevig te knijpen en het goed vast te houden, blijft het op zijn plek zitten. En dan kan het borgdeel erin gedrukt worden. Een klein tandwieltje, een groot tandwieltje en een ringetje wordt geplaatst op de bodemplaat om straks de bestuurderscabine te kunnen besturen. Je ziet dat daar het onderste plankje mee moet bewegen. Dan komt de cabine erbovenop. Er zijn een heel stel verbindingspuntjes waar even op gelet moet worden. Zoeken naar de juiste verbinding. En pas als ze overal een klein beetje vastzitten, stevig kracht zetten. Maar omdat er natuurlijk al heel wat tere onderdelen zitten, moet je goed kijken waar je druk kunt zetten. Dan kan het grote wiel in de juiste richting en dan kan de grijphaak erop gemonteerd worden. De bestuurderscabine, als die draait, gaat het plankje onderaan los, waardoor ook de grijphaak van links naar rechts bewogen kan worden. En natuurlijk bewerken alle hendels het. Er is wat rails nodig om de robot op te laten rijden. Met een aantal verbindingsstukken. En een tussenstuk. Wordt het een mooi stuk rail. En daar zijn er twee van nodig. Die kun je verlengen door ze achter elkaar te monteren met behulp van onderdeeltjes. Je kunt ze ook naast elkaar leggen. Voor de aanhanger zijn een aantal wieltjesetjes nodig. Dat is een stukje wat we eigenlijk al eerder hebben gedaan. Een asje waarbij op gelet moet worden op de min en de plus. Tussenringetjes en de wieltjes erop. Met daarbij twee houdertjes. Dat moet twee keer gemaakt worden. Twee boogjes met een verbindingsstukje. En dan kan het geheel op de bodemplaat worden gemonteerd. Even stevig aanduwen. De wieltjes kunnen onderop worden geplaatst. Verbindingshaken gemaakt
met een extra verbindingsstukje. En ook die kunnen aan de onderkant van het rijtuig. De zijkantjes. En op de juiste manier kunnen ze er bovenop worden gezet. En als het goed is gemonteerd, dan kunnen de hekjes ook inderdaad open. Het verbindingsstukje leggen we voorlopig maar even los in de aanhanger. En dan gaan we aan het werk met het kleine kraantje. Met behulp van prikkertjes wordt dat verbonden met een wiel. Er komt een ribbelwieltje in het midden die ervoor zorgt dat het niet helemaal vrij kan draaien. En weer een afdekonderdeel erbovenop. Even bijknippen. De pootjes erdoor en dan het tandwiel verbinden. Gaan we verder met het opwindmechanisme. Een zijkantje. En een houdertje moeten aan elkaar worden verbonden. Een stangetje en een ringetje. Daar kan een haakje op, die klem valt op een van de ringetjes en het tweede zijkantje. Een ribbelwieltje en een asje. Dat komt daar in de zijkant met dan vervolgens de andere zijkant eroverheen. Komt het draaiwiel overheen waarmee de haak kan worden opgewonden. De lange hijshaak. Met behulp van prikkers. En een paar ringetjes. Door de haak daar open te vouwen, past de hijshaak daar precies in en kan de haak weer goed gesloten. Met behulp van het meegeleverde touw, de haak en een flinke knoop, vervolgens het touwtje door het gaatje bij het hijssysteem en weer een flinke knoop.
kan met behulp van het draaiwiel de haak worden binnengesleept. Het geheel kan op de standaard en is ook de hijshaak klaar. We gaan aan het werk met een gebouw wat niet af is. Met behulp van prikkers wordt eerst het logo erop geplaatst. Een paar zijspanten er even helemaal goed doorheen worden geduwd. Dan passen daar de staanders overheen. En daar komen dan weer wat verbindingsstukken op. En onderaan wat pootjes. Er moeten smalle stangetjes ingeduwd worden die verbinding maken met het onderdeel van de pootjes. Er is nog een staander. Een gedeeltelijke boog. En het wordt vastgezet met weer een onderdeel. Aan de andere kant ook een staander. Nu met een lange boog. En nog weer een dwarsbalk. Een smal stukje die weer voor een stevige verbinding zorgt. Lastig om het vast te krijgen met het tere materiaal. En dan komen daar nog een keer staanders op. Dat mag geplaatst worden op een achterkant stukje op de bodem. Met behulp van kleine nokjes worden daar nog wat resten opgemaakt. En daar komt natuurlijk even een haak bij te staan dat het nog werkterrein is. Op het dak zit iemand te werken. Ik heb hem er eerst opgezet zodat het ietsje makkelijker verbinden was. En dan op de juiste plek vastzetten. Er moeten nog wat dakonderdelen worden gezet. En dan is het onderdeel nog niet klaar, want hier moet nog stevig gaan worden gebouwd. We maken een paar kistjes. De goede onderdelen op de plek. Zijkantje eraan. Nu eerst het klepje erin leggen en dan de tweede zijkant eroverheen. Dan moet het stukje van het klepje natuurlijk goed in het gaatje vallen dat hij kan blijven draaien. En daar hebben we er twee van.
Tot slot maken we de mensen die daar aan het werk zijn op de juiste manier op de goede plek. Kunnen ze makkelijk staande worden gemaakt. En kun je deze laatste meneer zijn juiste bordje in zijn handen geven. En daarmee is het project afgerond.